ganzenpoep of niet, de jongens van dit team gaan er helemaal voor. Want al die kak op het veld zijn ze al lang gewend. Ja, ik ga niet heel vaak met tegenzin voetballen. Maar het is natuurlijk wel vervelend om daarin te voetballen. Want het is gewoon super vies en ik ben er ook wel eens in uitgegleden. Ja, ik vind het best wel irritant. Want dan stap je gewoon een keertje in de poep. Of je duikt een keertje in de poep, zoals ik, als keeper. Alle velden liggen er helemaal mee vol. Maar soms tegenstanders wouden dan ook minder graag voetballen, zou maar zeggen, vanwege ganzenpoep en zo. Komt allemaal doordat er rondom de velden water ligt. De ganzen die daar zwemmen vinden het gras van de voetbalvelden reuze lekker. Maar tijdens het eten poepen ze alles onder. Ja, het is een probleem wat al jaren aan de gang is. En het is erg groot. Zo groot dat we soms bang waren dat we niet meer konden voetballen. Zo erg? Ja, echt erg. Ganzen zijn een beschermd dier. Je mag ze dus niet afschieten. Je mag ook geen geluid gebruiken om ze af te schrikken. Ja, kortom, er is heel weinig tegen te doen. Ja, hier zie ik wel een aantal flinke ganzendrollen liggen. Best wel heel vies eigenlijk. Maar goed, ik moet zeggen, voor de rest vind ik het best wel meevallen hier op het veld. Ik had echt veel meer verwacht. Maar goed, ik heb ook gehoord dat ze nu misschien eindelijk een oplossing hebben gevonden. De club heeft namelijk de hulp ingeschakeld van Annelies en haar hond Duggen. Hij is speciaal opgeleid voor het verjagen van vogels. Ik kom hier aan en de hond komt uit de auto. En dan gaan we iedere drie kwartier gaan we de velden op. En als er ganzen zitten, verjagen we ze. En dat doen we tot een uur of twee, drie in de nacht. 'S nachts? Ja. Dat is een latertje. Ja. Maar het heeft geholpen, want ik zie geen ganzen meer zitten. Klopt, ze schrikken er eigenlijk een beetje van. Ze voelen zich waarschijnlijk even niet meer zo rustig zittend op hun plek daar. En ze gaan op zoek naar een plekje waar ze rustiger kunnen gaan zitten of eten. In de hoop dus dat de ganzen dan voortaan daar blijven en niet meer terugkomen naar het voetbalveld. Maar ja, hoe lang duurt zoiets? Dat weten we niet. Toch nog een beetje twijfel dus? Ja, ganzen zijn slimme vogels, zeggen ze. Maar we hopen het beste natuurlijk. Als de ganzen maar niet worden aangevallen, dan vind ik het wel een goed plan. Ik denk dat die ganzen ook wel terugkomen en dan kan je ze blijven verjagen. Maar op een gegeven moment blijven ze hier gewoon, denk ik. Dus ik denk niet dat het heel erg helpt, maar ik weet het eigenlijk niet. Of de dieren echt wegblijven is dus nog even afwachten. Maar wie weet is deze club dus voortaan helemaal ganzenpoepvrij.